Wil jij je eigen No Limits Coaster in mijn serie zien? Stuur ze dan op naar onderstaand e-mailadres. Hallo dames en heren en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Ik heb mijn geluid om te beginnen harder zetten. We gaan vandaag weer drie vette achtbanen beschrijden en ja jongens, ze zijn alle drie vet. Vooral die laatste jongens, dat is iets heel unieks, maar jullie zien nog geen preview. Die heb ik er niet uitgehaald, er is gewoon geen preview bij. We gaan niet langer blijven wachten, want deze wil ik gewoon doen. Dit heb ik op foto's gezien jongens, iets heel unieks. Maar we hebben nog twee achtbanen die ervoor zijn. Voor de Polar Coaster krijgen we nog de Eater en de ATC. Maar eerst dus de Eater. Zo jongens, we zijn neergezet op een pad. En we horen ook muziek. Geluid. Ik ga even kijken, mijn headset staat vol. PC-geluid ook. We gaan eens eventjes hier doorlopen. Dus het is allemaal afgegaan met prullenbakjes en hier hangen vlaggen op en ook heel creepy geluiden. En een stem. We moeten iemand zoeken, blijkbaar. En dan is hij met de wereld. Dat heb ik ook vernomen. Het is ook heel mistig. Ik zie nog niks van de coaster. Misschien als we hier tussendoor kijken. Ja, dat is misschien nog. Ja, ik zie daar trapjes. Maar we gaan gewoon verder. Hier is de coaster. De Eater. We gaan de wachtrij in. En dit is wel iets heel erg vet. We zien hier een treintje vertrekken. Helemaal afgewerkt met prullenbakjes. We gaan eventjes de wachtrij. Wat is dit precies? In dit kabel zijn lampen ofzo. Het zijn lampen, ja. We zien daar ook lichten en van die zaken. We gaan even de wachtrij doorlopen. Ook allemaal goed af met hekken hier, dat er niet kan overgeklommen worden. En dus ook een... Oh, zelfs een hele wachtrij binnen, wauw. Heel mooi gemaakt jongens, dat nu toe vind ik toch wel heel erg mooi. Hier zelfs een spiraaltrap naar boven. En hier kan je de bagage in doen en we gaan hier in dit karretje. En ze hebben zelfs dummies. Waar we eigenlijk echt in zitten. Kijk, we zitten zeg maar... Oh, we zijn net op tijd. Voor de Eater. Ik kan mijn geluid zelf iets minder zetten op mijn headset. Oké. Dit is heel erg vet gemaakt jongens. Met stem en met muziek. Alles is... Met geluidseffecten. Wauw. Ook echt geluidseffecten. En hier weer lampjes. Holy shit jongens. Die baan is ook heel erg vet. De baan verloop is heel erg vet. De karretjes zijn ook allemaal... Is allemaal... We maken weer lichteffecten. En nog een keer over de kop. Rond de korstukjes heen. De speed blijft er ook heel goed in zitten. Holy ships. En dan komen we uiteindelijk aan. In het station terug. Van de Eater. Oké, jongens, dit vind ik echt mega vet. Dit zijn echt coasters waar heel veel werk in is gestoken. Echt super. En dit is eigenlijk het uitstapstation. Dus beugeltjes open. En wij gaan dan hier de attractie verlaten. De Eater. En er is ook een Photoshop met tv's opgehangen. Wauw. Ik wil even over de baan heen vliegen. Zit... De muziek houdt er ook op. Het ziet er ook heel erg vet uit. We gingen hier dus omhoog. We gingen hier dan toch wel recht omlaag. We hebben een heel grote constructieding. Dus wel heel erg vet gemaakt. We gingen hier dus rond in de korsten. We kregen hier de eerste lasers. We
gingen we daar een bord om, gingen we hier een keer over de kop. De baan was gewoon heel vuil. Ik ga niet meer verder lopen, maar jullie hebben het wel gezien. Ging hier ook rond de kosten en torentjes heen. Echt jongens, dit is afgewerkt tot en met de ITER. We gaan gelijk verder naar de volgende coaster, want ik wil die polarcoaster heel graag doen. En dat is de ATC. Zo jongens, we zijn weer gedropt voor de tweede coaster in een omgeving met een parking aan palmbomen en lampen. En daar is de coaster voor ons. Dat is een speciale coaster moet ik zeggen. Maar we gaan eens even de ingang zoeken, want hier staan nog wat flat rides rondom. En dit is hem, dus de ATC. En daar is dus ook een andere, of is een afkorting voor de Aerial Twisting Coaster. Dit bestaat in het echt zo'n soort coaster. Ik hoor ook geluid, maar dat is waarschijnlijk die Enterprise. We horen de coaster, we zien hier allemaal lichten. Ik hoor precies muziek. Of het is gewoon geluideffect van de game zelf. En we zijn net te laat. Made it. We zijn net te laat jongens. Maar daar komt dan een nieuw karretje. Dus de beugels zijn al open. Dat is een unloading station apart. Dus dan kunnen wij gelijk instappen. Met muziek onmiddellijk al. Verklapt het niet de rit. Ik ga even doordraaien. Dit verklapt denk ik al de rit al een beetje, nee. Dat is wel jammer. Of is het gewoon... Oké, het is gewoon random muziek jongens. Het is niet op muziek gemaakt, zoals de vorige. Dit is gewoon random muziek die toegevoegd is aan deze coaster. Dat is My Coaster, aka de ATC. En dit bestaat in het echt nog wel, staat in Duitsland ergens, zo'n gelijksoortige, maar veel kortere baan. Dat lifthill, je ziet de ketting, die loopt gewoon tot ondersteboven door en dan laat hij hier wat los. Goed. Wil ik al zeker wel eens een keertje doen in het echt. We gaan de eerste keer, de tweede keer over de kop hier. Er zit wel wat airtime in deze coaster. We gaan weer over de kop. Een paar ruimtjes. We maken weer een soort van looping over het station heen. We maken een normaal stukje. We maken hier twee mooie opeenvolgende lussen. Om vervolgens op het grondniveau terug af te dalen en af te remmen. En dit was hem al jongens. Een heel korte baan, maar wel een heel erg vet concept. Zeker weten. Met de muziek ook, ik hoop hopelijk is het geen copyright. Maar daar ben ik dus niet zeker van. Ik wist ook niet dat er muziek bij zou zitten natuurlijk. Staat er een nieuw treintje? Even wachten. Dan gaan we hier ook uitstappen natuurlijk. Voor de ATC. Zo, muziek stopt gelijk. En dan is hier zelfs nog een heel terras gemaakt. Oké. En hier staat nog een Shallon Drop Tower. Oeh, een onder de map. Een terras met dus ATC erop. Met bankjes en een hele winkel hier. En airco staat er, een LG, alles. Het ATC Café. Er staat ook nog een frisbee attractie. Het is een freefall. En dit is eigenlijk zeg maar een beetje het logo denk ik van de attractie. Het heeft iets met een gun te maken denk ik dat het is. Dan hebben we hier nog een Enterprise, een schommelschip wat wel ook mooi afgewerkt is. Wat hebben we hier dan nog? Is dit ijs? Is dit gewoon water? Ik weet het niet precies. We hebben hier nog een zo'n Tagada ding. Denk ik dat dit is. En dan hebben we alles gehad in het parkje denk ik. En het reuzenrad nog staat hier mooi in het hoekje afgewerkt. Ik vond het ook wel een heel mooie coaster. De ATC. We gaan over naar de laatste coaster. En dat is de... Als ik erbij kan tenminste. Close this window. Ja. De Polar Coaster. Zo dames en heren. Hij staat voor onze neus. De Polar Coaster. En dit is iets heel erg unieks. Iets heel erg vet. Ik denk niet dat het bestaat in de echte achtbaanwereld. Maar dit mag zeker van vast van mij toch wel gebouwd worden in een pretpark. Het karretje wordt daar dus omhoog geschoten. Dit is echt
iets heel erg unieks, iets heel erg vets. De polderkoets, we gaan instappen. We zijn aan de verkeerde kant, maar dat maakt niet uit. Waar gaan we zitten? In het midden, gewoon kijk eens aan. De polderkoester, dat is dus iets heel unieks. De polder, zo weet je eigenlijk. Die polderkoester. We gaan rustig vertrekken richting de lift hill. Richting de lift hill, weer bepaald. We gaan nogal een klein bochtje en dit is de hele baan, jongens. En we gaan hier in het begin nogal rustiger omhoog. Maar daar gaat natuurlijk verandering in brengen, want we worden omhoog geschoten. We gaan 70 km per uur constant naar het rem hier ook al af. We komen hier in een koepel bovenaan. En nu gaat het avontuur pas beginnen, jongens. Iets heel erg gruwelijks. En ik ben hier nu al doorgekocht. Het concept is ook gewoon heel erg uniek en vet. Goed, we gaan dus een aantal keren over de kop nemen gaan. De eerste keer hebben we al gehad. Dit is ook niet een coaster die op snelheid gaat, zoals jullie zien. Hij gaat redelijk traag. Maar dat is natuurlijk wel logisch. En dan gaan we daar weer. Kijk eens aan, over de kop. We gaan aan dezelfde kant terugdraaien. We zitten weer aan de buitenkant. We gaan weer een stukje omhoog. Dit is eigenlijk een coaster waar je alle kanten mee op kan. En dit mag zeker aan vastgebouwd worden in achtbaanwereld. Ook al is het een grote investering, denk ik. Want dit is wel een heel speciale baan. Maar ja, voor mij mag het gebouwd worden. Ik zou er zeker aan vast in durven en ingaan. Ik had er over laatst ook een andere video over gezien. Dat was een ook virtueel gemaakt. Niet met No Limit, maar met een ander programma. Wow, we hangen nu gewoon echt letterlijk op de kop. En dan gaan we weer. We hangen nu gewoon helemaal schuin, 90 graden. En weer. Oh jongens toch. Het gaat eigenlijk alle kanten op. Het duurt wel redelijk lang weer we klaar zijn, maar boeit me niet. Dit is eigenlijk iets super unieks en ik ben er echt aan het genieten van dit concept, jongens. Het blijft maar hoog. We gaan nog niet naar de grond toe. We zitten nog altijd redelijk hoog. En ook al zijn we nog niet zo snel gekomen, het snelste denk ik dat we gehad hebben 70 per uur tijdens de launch. En nu halen we toch wel wat rond de 50. Maar nu gaat de speed weer weg, komt hij weer erbij. Ja jongens, ongetwijfeld is het natuurlijk al duidelijk dat dit mijn favoriete coaster is van deze aflevering. Laat ik dan ook even aanvullen dat de ITER op 2 komt en de ATC op 3. ITER vond ik echt een super vette coaster met de sound effects en de verhalen die erachter zat. Was heel erg vet. En de ATC is natuurlijk ook een heel vet concept. Maar dit gaat natuurlijk mijn favoriet blijven in deze aflevering. En jullie mogen natuurlijk ook jullie eigen mening achterlaten. En ook jullie eigen coasters insturen. Alle informatie die je nodig hebt staat in de beschrijving. Ondertussen zijn we nog steeds niet aangekomen bij de polder coaster. Maar we zijn wel een deel lager. En dit is eigenlijk een fantastische baan, jongens. We gaan naar de buitenste ring toe. Weer over de kop. En ik denk dat we stilletjes aan ten einde gaan komen van de Polar Coaster in aflevering 45 van No Limits. We gaan nog een keer over de kop, we remmen hier zelfs af terwijl we over de kop zijn. En dan remmen we hier denk ik af voor de finale. We maken hier nog één bocht en dan komen we denk ik ook gewoon ja, aan bij de remmen. Definitief, we staan terug stil. En dit is een coaster met definitief schouderbeugels, even heupbeugels. Ook wel een beetje raar vindt. Nu ja, dat maakt niet uit. De Polar Coaster. Een heel erg vette coaster. Je ziet ook echt die baan. Ja, ik vind ook dit heel vet gemaakt. Die koepel is allemaal mooi afgewerkt. Misschien hier nog zo'n bolletje opzetten, maar daar ga ik nu even niet op in. Dit is echt een coaster waar super veel werk in is gestoken. Heel de omgeving is ook water. Ze konden op een eiland apart uit afgezonderd gebouwd. Ja. Echt een heel vet ding, jongens. Zeker weten. De moeite waard om te downloaden en te bekijken in No Limits. En dit mag voor mij zeker en wat ook in real life gebouwd worden. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet zeker geen like achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. En ook zeker vast niet vergeten om te abonneren voor meer vette afleveringen van No Limits en andere series. Want er gaat een nieuwe serie bij komen
Jullie hebben het misschien wel maandag gemist. Droomcraft, dat is mijn fout. Ik ben het eigenlijk vergeten op te nemen. En ik had ook dit weekend volgens mijn broertje. Maar er komt zaterdag een nieuwe serie. Waardoor het hele weekend wordt ingevuld met een nieuwe serie. Dat is op zaterdag Gmod. En op zondag komt een nieuwe aflevering van Boost Your Daddy. Gmod heb ik nog niet echt veel gespeeld. Maar dat komt zeker nog wel aan bod. Dus iedere zaterdag gaan jullie voor mij een nieuwe aflevering krijgen. Twee nieuwe series op mijn kanaal. Jullie hebben misschien al gekeken naar Wushu Daddy. Vind ik ook fijn om te editen en te spelen. En dan komt dus Gmod nog bij. Zeker blijven kijken dus daarvoor. Nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!